Steeds meer mensen hebben een moestuin. En dat betekent topdrukte op de zadenbeurs in Nijmegen. Goedenavond en verder. Er gloort hoop voor de Graafschap. Ik vond de eerste helft prachtig om naar te kijken. De club grijpt de laatste strohalm in de race naar de Eredivisie. En 200 jaar geleden werd Gelderland uitgebreid met Duitse dorpen, waaronder Tolkamer, waar het feest is. Een denkwaardig moment om deze vlag ten top te hijsen. Een 52-jarige vrouw die in Opijnen dood is gevonden door haar man, is door een noodlottig ongeluk overleden. De vrouw werd woensdagochtend vroeg door haar man gevonden. Het was snel duidelijk dat het om een onnatuurlijke dood ging. De politie deed onderzoek in de woning, sprak met familieleden, stelde vragen in de buurt en liet sectie verrichten op het lichaam van de vrouw. Hoe de vrouw precies is verongelukt, is niet bekendgemaakt. Als de temperaturen oplopen en de zon zich even laat zien, willen mensen graag weer aan de slag in hun tuin. Of in hun moestuin. Want je eigen groente verbouwen wordt de afgelopen jaren steeds populairder, zo blijkt uit onderzoek. En dat is ook te merken op de zadenbeurs in Nijmegen. De belangstelling is namelijk groot. Zowel jong als oud willen zaden kopen of zelfs ruilen. Ik heb knoflooktenen gekocht om zelf te poten. Kunt u toch ook gewoon in de supermarkt halen? Ja, maar die komen uit China en die smaken naar zeepsop. En deze kraam hier heeft echt zoveel verschillende soorten. En het is heerlijk. En waarom is dat belangrijk om je eigen eten te kweken? Omdat het veel lekkerder is. En gezonder. En het is duurzamer. En je kunt er veel meer mee. Want hier kun je ook de stelen en de bloemen van eten. Ja, ik hou heel erg van zaden. Dus zaad is voor mij altijd de toekomst. In een zaad zit zoveel in. Zo klein, zo minuscuul. En het geeft je gewoon alles wat je nodig hebt. Het houden van een eigen moestuin is de laatste tijd erg in opkomst. En dat komt niet alleen door de moestuintjes van een grote supermarktketen. Sinds 2010 is het enorm toegenomen. Ja. Heeft toch ook te maken met de crisis die we hebben gehad. En de bedreiging van Monsanto en dergelijke bedrijven. Monsanto is een Amerikaans chemisch bedrijf dat onder meer genetisch gemanipuleerde zaden op de markt brengt. En daar is steeds meer weerstand tegen. Ja, first Monsanto is commercializing a lot of really nasty chemicals that are dangerous for the environment and people. Monsanto is also claiming ownership on plants genetic and it's also threatening farmers' rights who cannot sow their own seeds again and save them. En daarom kopen deze mensen dus hun eigen zaden. En oh ja, je kunt er natuurlijk heerlijk mee spelen. De Graafschapsupporters hebben de afgelopen tijd weinig reden gehad tot juichen. Ook onder trainer Henk de Jong begon het moeizaam. Maar er gloort nu eindelijk hoop op de Vijverberg. De Graafschap begon gisteren aan de vierde periode. De club uit Doetinchem weet NAC Breda met 2-1 te verslaan. En dus zijn de eerste drie punten binnen. En grijpt de club zo een deel van de strohalm in de race naar de Eredivisie. Het begint er een beetje op te lijken, zowaar, hè? Ja, maar dat hebben wij steeds ook al eens gezegd. Hè? Op een gegeven moment gaat het draaien. En ja, als je ziet hoe de jongens vanaf seconde 1 hun best doen. En, dan ook, en nu ook dus hand in hand met resultaten. Ja, die groep is gewoon prettig om mee te werken en we hebben het nu redelijk voor elkaar. De tweede helft zag je toch dat we weer wat kansen weggaven, maar op basis van de eerste helft hebben we gewoon misschien dit wel afgedwongen. Want ik vond de eerste helft prachtig om naar te kijken. En dat ligt volgens trainer Henk de Jong niet aan de tegenstander. Nou, laten we het nu een keer houden, hè? Maar het is altijd dan dat de tegenstander zo slecht is. Ik vond ons vandaag fantastisch en dat mag ook wel een keer gezegd worden. Na de grootschalige waterstoring in de Liemers is de vraag of ons leidingnet nog wel veilig is. We hebben bijna 50.000 kilometer leiding in de grond liggen. Ja, en af en toe heb je wel zo'n spontaan lek. Zometeen meer. Al 12 jaar wordt de waterzuiveringsinstallatie aan de Kronenkamp in Neede niet meer gebruikt. Maar daar komt verandering in. De vereniging Natuur en Milieu Educatie knapt de installatie op om er iets heel anders van te maken. Nu is het nog overwoekerd door de natuur, maar binnenkort moet dit waterzuiveringsgebied een openbaar natuurpark en educatief centrum worden. Heel veel van die rioolwaterzuiveringen verdwijnen in Nederland. Deze staat nog. Plus ja, je kunt echt de kracht van de natuur zien. Hè. Die neemt alles weer terug en dat is, ja, vinden wij geweldig. 30 buurtbewoners en vrijwilligers zetten zich in om het verwaarloosde gebied weer begaanbaar te maken. Een van de ideeën is hier straks dat je elkaar hier tegenkomt. Er zijn allerlei mooie inrichtingsideeën om te verbinden met het wandelpark De Kamp wat hierachter ligt, met Huizen De Kamp. En dan twee wijken, Hofmaat en De Kamp, kunnen elkaar hier dan ook ontmoeten. Dus er zijn heel veel dingen die mogelijk zijn en denkbaar zijn.
Weet je, nu kunnen ze er eigenlijk mee en wordt ook weer gedeeld van de buurt. En dat, is, ja, dat maakt het denk ik voor de mensen hier die hier nu bezig zijn ook automatisch al leuk om er in aan het werk te zijn. En er komt ook een onderkomen waar de levende vleermuizen van Neder-Vleermuisdorp een onderkomen gaan vinden. Dus het wordt, ja, het is inderdaad een geweldig initiatief en een leuk idee. En dan de Elfstedentocht in Elburg. Niet voor schaatsliefhebbers, maar voor kroegtijgers. Wie vandaag in Elburg rondloopt, zou denken dat ze zich een week hebben vergist en dat het er nog carnaval is, maar dat is het niet. In het vestingstadje houden ze vandaag voor de derde keer de Elburger Elfstedentocht. Een soort kroegentocht waarbij het de bedoeling is dat je verkleed komt en in alle cafés een oud-Hollands spel speelt. Het is feest in Tolkamer. De gemeente Rijnwaarden viert dat 200 jaar geleden de grens werd verlegd. Lobith, Spijk, Leut, Kekerdom en Tolkamer vielen in één keer niet meer onder de Pruisische gemeente Elten, maar horen sindsdien bij Nederland. Het Gelders volkslied ken ik niet meer, maar ik vind het wel een gedenkwaardig moment om deze vlag ten top te hijsen. En zo ging het, onder Gelderse vlag over de natuurlijke grens de Rijn om gasten op te halen. Hoewel ze in Tolkamer trots zijn op de Gelderse identiteit, is er de afgelopen decennia wel het een en ander veranderd in het contact met de Duitse buren. Je merkt aan de bevolking dat als ze plat praten, dat ze elkaar nog uitstekend kunnen verstaan. Maar als het in het Hoognederlands gaat, dan schakelt men al vrij snel over op het Engels. Heel merkwaardig genoeg. De Fransen zijn net vertrokken uit Lobith en de Pruisen en Russen komen als bevrijders. Na de boottocht gaat het dorpstoneel 200 jaar terug in de tijd en zien inwoners hoe destijds de overgang verliep. De veranderingen aan de grens begonnen eigenlijk al in 1816, een paar jaar nadat Napoleon en het Franse leger waren verslagen. Door de strategische ligging van de plaats aan de Rijn duurde het hier nog een jaar langer voordat het stukje Pruisen Nederlands werd. Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, is geboren en getogen in Lobith, dat dus ook sinds 1817 bij Nederland hoort. Ook feest voor hem dus. En hij kijkt tegenwoordig vooral met een Europese bril naar het gebied. Natuurlijk zijn er ook verschillende culturen, zijn er verschillende tradities. En die zijn mooi, die mag je laten zien. Maar op economisch gebied zijn we eigenlijk één gebied geworden. Lekker knuffelen met een jong geitje. Vandaag mocht het in de schuur van geitenboerderij De Grote Stroe. Terwijl moeders buiten van de zon genieten, krijgen de kinderen binnen niet genoeg van de geitjes. Er zijn dit jaar al 180 geitjes geboren. In de stal lopen nog 50 lammetjes rond. En ze worden goed vertroeteld door de kinderen. Geitenboer Harry de Boer is blij met de honderden bezoekers, maar kijkt ook uit naar morgen. Als hij de stal en de geiten weer voor zichzelf heeft. Krijgt u ze wel weer de stal uit? Nou, bijna niet, want zo'n lammetje valt ook in slaap als er heel veel geaaid wordt. En die kinderen willen gewoon niet meer weg. Moeders en vaders die willen dan weer naar huis op een gegeven moment, maar die kinderen niet. Die blijven gewoon zitten natuurlijk. Er is geen verklaring gevonden voor de breuk in de waterleiding bij Ellecom. Door de gesprongen hoofdleiding zat een groot deel van de Liemers lange tijd zonder water. En toch ziet Vitens geen reden om het leidingnet aan te pakken, omdat het Nederlandse leidingennet volgens het waterbedrijf het beste van de wereld is. Een 7 meter lange scheur in de waterleiding, waar in korte tijd 4 miljoen liter water uitstroomde. 30.000 huishoudens in de Liemers zaten een dag zonder water. De situatie was zo ernstig dat de brandweer noodrantsoenen water uitdeelde. De gevolgen waren ook direct zichtbaar in de controlekamer van Vitens. Nou, wat opvalt is op de 18e hier een enorme piek. Dan gaat het waterverbruik van 500 kuub per uur naar bijna 2000 kuub per uur. En dat in een hele korte tijd. Dat is duidelijk dat dat een hele groot lek is. Ja. Grote, langdurige storingen zijn zeldzaam, zegt het waterbedrijf. Wij houden de storingsminuten bij, hè, hoeveel klanten gestoord zijn. En eigenlijk is het het laagste cijfer wat er is in de wereld. Gemiddeld heeft de Nederlandse klant 12 tot ongeveer 14 minuten geen water. En dat is echt heel erg laag. Vitens besteedt jaarlijks 120 miljoen euro aan de onderhoud van het leidingnet. Zoals hier in Zutphen. Vandaag hebben we de waterleiding vervangen en de gasleiding vervangen. Dat zijn die oude dingen daar? Dat zijn die oude buizen, ja. Die dikke is van de waterleiding, die dunnere, dat is gas. Hoe oud is dat? Ongeveer een jaartje of 50, 60, denk ik. En dat betekent dat hij op het einde van zijn leven is? Ja.
Ieder jaar wordt 500 kilometer leiding vervangen. Dat is 1% van het totaal. Maar is dat ook genoeg? Nou, dat klinkt weinig, maar meer dan dat is eigenlijk ook niet noodzakelijk. En we willen daar heel kritisch naar kijken. We hebben uiteindelijk geld van het publiek en daar willen we gewoon zuinig mee omgaan. Dus alleen leidingen vervangen waar het ook echt nodig is. En er wordt geïnvesteerd in nieuwe technieken om zwakke leidingen en lekken sneller op te kunnen sporen. Robots in het net, sensoren in het net. Zo doen we een proef in Friesland met sensoren in ons net. Om zo uiteindelijk met alle data die daaruit komt een leiding te vervangen voordat die gestoord is. In de Liemers is geen extra onderhoud noodzakelijk, zegt Vitens. Maar toch ging het mis. Ja, spontaan lek. We hebben bijna 50.000 kilometer leiding in de grond liggen. En af en toe heb je wel eens een spontaan lek. En dat is in dit geval ook gebeurd. Op een bijzondere locatie, midden in de nacht, of in ieder geval toen het donker was. Dus het zoeken heeft ook enige tijd geduurd. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een spontane storing geweest. Ja, en dan nog even dit. Een vrouw van 84 uit Arnhem die keek raar op toen ze uit haar auto stapte. Het rechterachterwiel ontbrak. Ze had er toen al zo'n 2,5 kilometer mee gereden, meldt de politie. Het wiel was waarschijnlijk gestolen. Ze hoorde wel een vreemd geluid, maar dacht, ja, er zal wel een tak of zo in de auto zitten. En de schade aan de auto valt gelukkig mee. Ja, het zou je oma maar zijn. Dan gaan we nog naar Wageningen voor het weer met Margot Ribberink. Wat betreft de temperatuur was het vandaag een beetje voorjaar. Ruim 14 graden, maar het viel tegen wat betreft de zon. Vrij veel bewolking, af en toe probeerde het zonnetje wel. Gelukkig bleef het wel tot de namiddag op de meeste plaatsen droog. Een zuidelijke aanvoer hebben we. En dat is ook de oorzaak dat die temperatuur vandaag zo hoog kwam. Maar in de aanvoerrichting ook vrij veel bewolking. Af en toe ook een gaatje in het wolkendek. Dat kunnen we ook zien als we even inzoomen. Het waren er niet heel erg veel. Bovendien werd de bewolking in de namiddag en avond vanuit het zuiden weer dikker. En ging het ook weer regenen. Ook vanavond valt er regen. Het kan af en toe echt stevig doorregenen. Pas in de loop van de nacht trekt de regen naar het noordoosten weg. Dan wordt het droog en klaart het misschien ook even op. Koud wordt het niet. Temperaturen gaan dalen naar zo'n 6 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Ook morgen waait het vrij stevig, matig, op de randmeren vrij krachtig uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt iets minder zacht dan vandaag, maar nog altijd 9 of 10 graden. Ik denk dat de ochtend het beste deel van de dag is. Dan is het overwegend droog met wolken, misschien een heel klein beetje zon, net zoals vandaag. En in de middag gaat het vanuit het zuiden-zuidwesten opnieuw weer stevig regenen. En als we kijken naar volgende week, blijft het wisselvallig met vrij veel bewolking, bijna elke dag regen, temperaturen in eerste instantie. Net iets onder de 10 graden. En vanaf woensdag wordt het nog zachter met temperaturen van 10 tot 12 graden. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat de doodgevonden vrouw in Opijnen niet gestorven is na een misdrijf, maar door een noodlottig ongeval. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.